Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Arxmas daar. En jongens, we gaan meteen beginnen, want ik wil gewoon zo snel mogelijk klaar zijn met de aflevering van vandaag, zodat ik door kan gaan met meer Arxmas daar opnemen voor jullie. Dus laten we gaan beginnen. Dus even kijken, checkpoint gaan we doen, of nee, choke point. Dus even kijken, you have been granted flame bracers. Oké, wat is dat? Oeh, daar zit die Arxian effect, jee, dat is cool. Gaan we uitproberen. Eens even kijken. Oké, we hebben ogers. We hebben een kobold runner. En Ork warrior. Oké, nou. Laten we eens even kijken. Die, die en die. En sowieso die. En wat dan meer? Ja, die en die natuurlijk ook. En wat zullen we weer doen? We zullen... Ja, doen we push trap. Oké, sure. Oh, dit is cool. Dit is echt epic. We hebben 3 van die dingen nou. Oh god, wacht. Deze was eigenlijk niet heel goed. We moeten eerder die Tartswap. Nee, ik wil Tartswap. En ik wil die gebruiken. En ik... Ja, oké. Okay. Nee, die. Oké. Okay. Wat? Alle 3 de rifts? Oh mijn god. Spam het, spam het, spam het allemaal. Oké. Okay. Branden orks, brand. Oh mijn god, dit is gewoon epic. Oh my god, wat is dit voor meukenshuis? Hoppakee. Het begint allemaal meteen helemaal master en zo. En er komen er meer, er komen er helemaal meer. Het gaat helemaal door hier. Moet even al die meuk moet ik allemaal verkopen, want het moet even goed geplaatst worden. Oké, okay, goed. 5. Oké, okay, goed. Dit is prima. Nou kunnen we ze wel afhouden, denk ik. Oh, kobold runners. Nee. Oh my god, nee. Ik moet toegeven, dit is echt een epische map, dit. Stop, jij demon. God, oh god, oh god, hé. Hey. Dit is niet normaal, dit. Hoeveel orks dit zijn. Branden. Not enough energy, fuck jou. Terug, terug. Nee, 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 nee. Er komen alleen maar meer hier. Ik zei terug, zeg ik. Leave drift, nu het nog kan. Leave it, en fire. Not enough energy, fucking geweldig. Kan dat allemaal niet, kan dat allemaal niet. Zijn het veel, zijn het veel, zijn het veel, zijn het veel, zijn het veel. Holy fucking shit, talking mushrooms naar toe. Wauw. Oké, okay, wel. Nou, we moeten echt op grote schaal met deze traps bezig, jongens. Want dit is niet normaal. Hoeveel orks dit zijn, in godsnaam. We hebben 9 rondes. We zijn op ronde 3. Dit is fucking intense. Let's go. Ik word helemaal gek van die dingen, echt serieus. Ga dood, echt serieus. Ah, Sparta. Oh god, nee, mijn rift. Godverdomme, nee. Orks, Jezus Christus, man. Oh shit, man. Dit is intens, man. Ik heb echt nog maar 17 levens over voor mijn rift. What the fuck is happening? Tar traps. Tar. Teer. Plaats de teer. Alsof het je leven liever is, Ronald. Teer, teer, teer. Oké. Okay. Dit is niet normaal hoeveel orks dit zijn. Ik denk niet dat mijn traps hier in geen 1000 jaar tegenop kunnen. Ja, ik mij afvraag. Dood, jij ding. Oké. Okay.
Jeez. Oké, nou. GG dan maar. We zijn op ronde 5. Ik dacht ronde 6, maar we zijn op ronde 5. Go dan maar. Kun je in ieder geval anders doen, denk ik, of wel? Gewoon de rift verdedigen. Oh, verbranden die orks. Verbranden! Oké, even terug. En branden! Kijk eens aan, dan moet ik de combinatie van die windbelt gebruiken. Dat werkt wel goed. Boog. Kijk, lukt me wel. Die ring van vuur, zo ga ik het maar even noemen, die is echt pro. Oké dan, jij ook nog even dood. Goed, wat nu? Wel, ik wil meer van die dingen hebben. Ja, meer van deze. Kunnen we dan nog mooi even twee... Nou, één dan maar. Zo, nou in ieder geval. Dit zal flink damage doen, dat is nice. Oké, ronde 6. Gaat snel en het gaat goed. Oké. Oké, dat ding moet dood. Dat ding moet dood, dood. Oh mijn god, het is wel intens dit. Branden, bitch. Get burned. Gaatje dan, wegwezen. Wat? Unleash the Horde? Hebben we allemaal weer gewonnen? Wauw. Doet die dingen zoveel damage op die muur? Wauw. Wist ik niet. Oké, wel. Ik denk meer van deze, hè? En dan even hier. Staat al wat teer. Oké. Okay. Wel, we hebben inmiddels al wel vallen dat dit gewoon niet mis kan gaan. Kijk eens aan. Goed zo, orkjes. Loop maar lekker in de teer. Branden. Branden. Hak, we er een weg doorheen. Oh nee, nee. Dood. Hup. Fik. Goed zo. Wat, dit blijft stromen. Op een hoop en brand. En brand. De ring van vuur is zeg maar alleen goed als je zeg maar omsingeld bent. Want dan branden ze allemaal in één keer die zo voor je staat, zeg maar. Even zo'n mooi pakje maken zo. En snipe. Gaat er gewoon door, maar jullie maken geen enkele kans tegen deze proheid. Ik lijk jullie niet eens in jullie eigen hol komen. Zo goed ben ik. En dan chop ik jullie nog even mooi op. Oké, goed. Wat zullen we nog meer plaatsen? Laten we hier van die tar traps doen. Zo, dat ze dan hier worden gesnipt door die dingen. Dat is wel nice. Nou, kom maar. Wat hebben jullie nog meer in petto voor mij? Waarschijnlijk totaal niks boeiends. Want ik snipe jullie allemaal stuk voor stuk helemaal dood. Kom maar jongens. Kijk, hiervoor is die ring of vuur gewoon handig. Terug zeg ik. Kijk, als je gewoon zo doet, dan moet je gewoon wat headshots landen gewoon. Dat kan gewoon niet anders. Die windbelt is denk ik het OP'ste ding in de hele game. Als je die hebt, dan ben je gewoon goed. Kom op, maar ik heb een health potion van een of andere ork. Zou wel handig zijn. Hup, kom dan. Wat doe je nou, gek?
Ik denk dat ik even ga helen bij de ref trouwens. Want ja, mijn vallen redden het wel. Even helen hoor. Waarom ben ik zo'n stuk omgelopen? What the fuck? Ik had ook gewoon dit kunnen doen. Lol. Ja, deze win is inderdaad wel heel erg leuk, denk ik. Zo. Oké. Ik heb alle aandacht voor de ogen. Ik ga ze dood zodat hij me één keer kan slaan, man. Die, bitch. Goed, zo. Terug, zeg ik. Godver... Dat is heel... Health potion, dank u wel. Holy shit, ik heb dus nog wel gewonnen. Maar ik heb enorm veel levens verloren. Dus het zal wat 2 skills zijn of zo. Ja, je ziet wel. Shit, gast. Ik was enorm stil. Het was zo fucking spannend. Echt gewoon, dit was echt een level, jongen. Niet normaal. Oké. Kijk, dit hebben we nog maar te gaan gewoon. Dit nog. En dan is Oxbox daar gewoon klaar. In ieder geval tot aan de kerstvakantie. Maar goed, in ieder geval jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Willen jullie meer Oxbox daar, moeten jullie even abonneren. En als je van deze aflevering hebt genoten, vergeet dan alsjeblieft niet om een like achter te laten. Want het helpt zo ontzettend veel. Volg me ook nog even op Twitter, @ShadowGames23. Want daar zie je alles over de video's, over de series, alle meuk gewoon. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.